Nou, ik ben al aangekomen bij Toos. Hoe vind je lachen, man? Ja, gezellig. Ja, gezellig. Ja, gezellig. Mensen hier. En hoeveel ben je aangekomen? Met 7 personen. Wat doe je dan niet? Nee, je zei je bent aangekomen. Ja, ik ben rood aangekomen. Ja. En hoeveel ben je aangekomen? Hoeveel kilo? Oh, dat is grappig. Nou, ik ben gewoon... Zo mooi, jongen. Dat is een droogopmerking en zo. Het is wel helemaal, ja. Er zijn wel heel veel lachmomenten. Ja. Hier. Te lachen. Ja. Te lachmomenten. Nou, die deuzen zijn er zijn er gewoon veel. Ja, dat heel. Ja, ja heel veel. De lachmarathon. Dus, Zeker weten, lachmarathon. Ja, dus, we doen heel veel aan gymnastiek, zeg maar. Ja, lachgymnastiek. Lachgymnastiek, ja. Dat is belangrijk. Heel veel aan, ja. Ja, nu is wel gezellig, dit toch? En het is heel. Ja, het is verschrikkelijk gezellig. Ja, heb je het over oude tijden gehad en zo? We hebben het zeker weten over. Ja, over oude tijden. Kan je vertellen hoe was ik eigenlijk vroeger? Ja, zo vervelend. Was een pensioen! Nee, helemaal! Ik heb hem heel snel uitgetrapt hoor! Heb je buiten huis gezien, joh? Sander is nog steeds heel lief en was vroeger ook heel lief. Ik was daar eigenlijk toch maar wel. Toos, je mag helemaal niet jokken, joh! Ja, die verliezen wel. Maar was ik een verlegen persoon? Ja. Ja, je was heel verlegen. Je was echt een heel timide noemen ze dat. Je was echt verlegen, hè? Mijn broertje of Mijn broertje was niet verlegen, die was gewoon meestal boos. Ja. Boos? Ja, dat is weer een ander verhaal. Die was niet eens met de situatie die hier neergezet werd, die was dus boos. Ja. En jij was heel timide, heel rustig. En ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, je wist het ook allemaal niet. En je wou het eigenlijk niet. Nee, dat wordt allemaal wel opgenomen, hè? Ja, nou, dat geeft dan niks. Ja, ik ben, laten we wel wezen, en dan zie ik dat toch op beeld, ik ben gewoon wel de beste oppas. Ja, dat vind ik mee eens. Ja. Nou, dat ben ik gewoon. Ik heb het gewoon hartstikke goed met jullie. Oh, er zijn geen oppaskindjes meer. Ja. Nee. Nou, dat is natuurlijk jammer. Nee, dat wel. Ja. Want je wil nog blijven doen, toch? Ja, dolgraag. Wil je nog wat vertellen? Misschien als je iemand nog... Oh, wacht. Even, hij zit maar aan het... Ja. 0%. Nee, dat is er niet, de situatie is veranderd dat de kindjes gaan nu naar een oppascentrum. En, ja. Ja, oké, het is prima zoals het is, maar ik vind het wel jammer dat het vrij uit de laatste is. Ja? Ja, ja. Want ik heb heel veel... En dit was de eerste, hè? Ja. En ik heb nog steeds... Dat is grappig, hè? Ja, samen met Dennis dan. Ja, ja. En de meisjes die daarna kwamen hebben ook nog contact mee, ook met de vader en moeder. Ook nog? Ja, dat is zeer zeker weten. Ja. Francis en Janine zijn naar jou en Dennis gekomen. En die zitten nog iedere verjaardag van de vader en moeder, van de meisjes, tweeling, dus dat is één dag. Dus misschien als je iemand nog op was zoekt. We zijn nog steeds met elkaar in contact. Ja, en misschien voor mensen die nog op was zoeken. Ja. Kom maar bij. Ja, die worden dit jaar ook 20. Die worden dit jaar 20. Ja, als je ouder wordt, dat moet je niet zeggen, Sander. Dat betekent dat je ouder wordt. Tijd vliegt. Ja, inderdaad. Dat klopt ook wel. Ik vergelijk voor mezelf altijd van, als ik nu aan het werk ben, ik ga even zitten voor een bak koffie. Dat is een kwartier helemaal niks. Maar toen ik op de lagere school zat en we hadden speelkwartier, deden we van alles. Ja? Er kwam bijna geen eind aan onze kwartier. En, dus wat dat betreft, ja, de tijd, hoe ouder je wordt, gaat de tijd steeds sneller. Ja, dat heb ik wel gemerkt, ja. Hoe ouder je wordt, hoe jaar het sneller gaat ook. Ja, ook, ja. Dus dit gaan we nu gewoon. Is het alweer oud en nieuw? En gisteren was het ook al oud en nieuw. Dus gaan we nu lekker gezellig weer bij Klaas. Dat heb ik in zomer gehad dit jaar. Nou, ik ben al gezellig bij Toos. Hè, Toos? Gezellig. Hoe heb je dit zelf gemaakt, dus? Tegels? Ja, die rand hebben we inderdaad zelf verzonnen, ja. Ja, even een leuk eindje, Arie. Leuk eindje? Ja, gewoon een leuk, leuk sprookje. Een leuk, dat bedoelt hij. Ja. Oh, aan heb zeker met een leuk sprookje. Van de vloer eten en licht genoeg. Ja. Goed doen, dat goed. Doet goed, ja.
En, even kijken hoor. Even kijken, er worden nog meer leuke. Je kunt hier van vloer eten en licht genoeg. Ja. Ja, dan moet je nooit stofzuigen. Nee, toch dan niet? Nooit stofzuigen. Oh ja, poffen is bij ons overbodig. We hebben het geld zelf veel te hard nodig. Ja. Hebben Sander nog een leuke? Misschien hier. Ja, want jij zei, jullie hebben natuurlijk al gezegd van je kunt beter een broodje lopen dan een groentje blijven. Ja, misschien zeker. Kun je misschien aan jonge kijkers van mij uitleggen wat dat precies betekent. Oh, dat gaat Arie doen. Arie. Arie, ga die eens even uitleggen. Aan dat vind jij leuk om te doen. Ja, ik weet het natuurlijk niet al. Ja, jij dan weet mag je het zelf doen. Nee, ja, nou, ik vind het lastig. Nee, dat vind je lastig. Dat een blauwtje lopen, dat doe je. Als je een meisje vraagt en ze zegt nee, ja. Hè, dan loop je een blauwtje. En een groentje ben je als je geen ervaring hebt. Maar ja, als je geen groentje wil blijven, zou je het risico moeten lopen op een blauwtje. Ja, ja. Dat is wel zo. Voor mensen die het niet weten, maar ik denk wel eigenlijk. Ja. Maar ja. Het is beter een blauwtje lopen dan een groentje blijven. En anders komen ze maar me vragen. Beter je milieu, maar begin bij jezelf. Dat vind ik heel mooi. Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, beter het milieu, maar begin bij jezelf. Ja. Ja. Dus ja, wat gooi je allemaal weg? Wat mag niet? Maar ja, tegenwoordig wel een zootje hoor. En die is ook leuk. Een klein geschenk zegt meer dan 1000 woorden. Ja, die is nog beter. Hadden we vroeger de reclame vind van, ik ook een zeg het met ieder bloemen. Mens He? Heeft het recht zichzelf te zijn. Zeer zeker weten. 100%. 1000. Ja, 1000. 1000. Oké, dan druk ik ook. Maar je moet wel het lef hebben om jezelf te durven zijn. Ja. Ja, dat ook. Ja. Ja. Dus, naar mensen, probeer gewoon lef te tonen. En lef gewoon scheid aan alles. Hey, onderschat niet wat je bent, maar overschat niet wat je kent. Dat is ook een mooie. Gewoon een leuke wat zit er hier? Wat zit hier? Houden van is denken aan een zorg ervoor. Die snap ik niet helemaal. Dat begrijp ik. Wat staat wat? Ja, dat staat hier. Deze. Ja, die begrijp ik. Die niet hier. Ah, die is voor mij. Wie heden is uw vriend, kan morgen u verachten. Nee, deze. Houden van. Nee. Houden van is denken aan en zorgen voor. Ja, dan leg die maar uit. Ja. Dat vind ik heel mooi voor je. Ja. Waar hart van vol is, loopt de mond van over. Nee. Zeggen ze ook. Ja. Houden van. Ik hou van Arie. Ja. En ik... Ik van mijn kijkers. Hallo. Ja, niet van jullie allemaal, maar... Oh ja, wie weet misschien, you never know. Ik hou van Arie, maar ik denk ook aan Arie. Ik denk dat het verhaal is. Ja, maar deze is een goede vertaling ervan. Een vriendin is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Juist. Ja. Nou, dus die twee komen wel leuk bij elkaar. Ja, dat wel. Ja, die komen heel leuk bij elkaar. Oh, je dat precies uitlegt? Ja. Yes. Ja. Doe goed de... Buurman. Ja. Maar die ga ik even verder met alle tekst op deze man, als voor te zitten. Veel te lang. Ja, dat is veel te saai, joh. En dus ja. Doen we volgende keer. Misschien dat ik wel onderweg hier naar huis ben. Of die, niet. Deze is wel leuk, hè? Oh, wacht, nog eentje dan. Eentje dan. De gemakkelijkste manier om je gezicht niet te verliezen is om de onderste helft ervan dicht te houden. Oh ja, dat had je gezegd, ja. Als jullie snappen, laat het weten in de comments. Ja. Als je hem snapt, laat het weten. Ja. Maar dus ja, let's go.
is ook toevallig. Het lijkt me nog weer wat pijn in je binnenste hebben als je zingt. Ja, dat klopt. Ik ben zo zwaar belast. Oh, deze is ook een mooie. Denk dat jij hem kent. Erwin. Zo. Het lijkt me samen met elkaar zo weer. Je staat tonen, waar je al meer van houden. Ik ken je niet. Ik kan helemaal niet echt mee goed bezig zijn. Hè? Wie zingt je? Ik weet je naam niet. Dus dan ga ik lekker even nog verder gezelligheid hier houden. Nou, ik neem nu weer bij Toos en Arie. En Arie is daar zo. Hey Arie! Wat was je net aan het doen? Met de flesjes. Gaat hij hier? Even inzoomen. Hopelijk blijft ze staan. Hij staat wel scheef. Hij wil niet. Heen, niet over Albert Heijn beginnen. De Aldi. Het is een camera, hè? Dat is de afleiding, hè? Ja, maar net kwam het al zo. Ja, niet overdrijven, Arie. Overdrijven kan je ook wel goed. Ik weet wat je vak is, Arie. Hij jokken dropt. Overdrijven, dat is je goede vak. Hoe zal het dan wel? Ik was vroeger ook erg goed in Mikado. Was het ook je overdrijfsvak, zeker? Ja. Nou doet het wel. Nou lukt het wel. Nou. Hopelijk. Eén kant niet. Nee, één kant niet. Oei, gelukkig. Ja hoor. Applausje voor Arie. Even klappen mensen. Zullen we het s'avonds schudden? Ja! Yeah. Arie! Eten is makkelijk, joh. Nou, ik ben nu bij Toos aangekomen. Hey Toos! Hey! Sander! Zo weer gezellig. En Arie is er ook bij mij. Maar wat gaat er gebeuren? Gaat het lukken, denk je? Zou ze intrappen? Ja, als jij verstopt zit, hoor. Maar zou ze schrikken? Dat is de vraag. Denk het. Ja? Nou, als ik jou onverwacht tegenkom, zou ik erg schrikken. Domme antwoord. Mag ik draai op zorgen geven? Ja. Ik moet gewoon zo doen. Welk rondje. Dus ja, we zitten toevallig ook even mijn vlogs kijken. Nou, niet. Dus van de politie. Ik vind het zelf wel interessant. Maar dat gaan we zo doen. Even klaar, man. Hoe lang kunnen we nog duren? Dat is kort? 10 minuten. 10 minuten is mijn kwartiertje lang. Om 5 minuten ga ik dan klaar zitten. Ligt er ook aan of ze nog kwebbelt met deze of geen. Of dat ze gaan spelen, kan ze ook nog. Ja, toen die deur dicht. Oké. Okay. Je weet het niet dat je er bent. Toen dacht ik wel van. Nee. Nee, dat dus. Zeg ook. Nee. Dus ik heb kans dat ze zeggen, ik ga er even die en die spelen. Maar ik had ook niet verwacht dat het zo was, dat het... Dus, dan ga ik even klaarstaan en zitten tussen. Ja, let's go. Let's go. Nou, ik ga vast klaarmaken. Ik ga hierachter zitten. Hierachter. En dan gaan kijken of ze haar reactie is. Ze komt nu eraan. Nee. Waarom niet? Omdat ik dinsdag is.
Holy shit! Die is heel gemeen! Je bent nooit in mijn vlog geweest, hè? Nee! Hij is echt heel gemeen! Wat vond je het goed? Vond je het goed? Ja. Hij is echt heel gemeen. Dus nou, dat wou ik even laten schrikken. Dat was mijn bedoeling. Maar je dacht zeker dat ik aan het werk was, zeker? Ja! Nee, toevallig was ik hier. Een weekje vrij. Dus. Ben je erg geschrokken? Nou, viel mee. Dus, het was een hartverzakking. Nee, dat niet.